Ontzettend leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe bemoediging in de serie De Kracht van Gods Woord. Vandaag wil ik kijken naar de scheppingskracht in Gods Woord. We noemen het Gods Woord, de Bijbel Gods Woord, omdat we hebben gezien ook de afgelopen dagen dat het is geïnspireerd door God. Maar de Bijbel is op een bepaalde plaats in de Bijbel, Johannes hoofdstuk 1, nog beschrijvender over hoe God zich heeft verbonden aan de Bijbel, aan Gods Woord. Net zo goed als dat je mij niet kan loskoppelen van mijn woord, kun je God niet loskoppelen van zijn woord. En als de Bijbel zijn woord is, dan moeten we God daar helemaal aan vasthouden. En het zou heel raar zijn als je mijn woorden, de boodschap die ik spreek, los zou koppelen van mij. Nee, die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En hetzelfde geldt met Gods woord, de Bijbel. Onlosmakelijk verbonden aan God. God en zijn woord zijn één. En waar ik uit wil lezen deze dag is Johannes hoofdstuk 1. Johannes hoofdstuk 1, vers 1. Daar staat, in het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Dus wat zien we hier? In het begin was het woord. Nog voordat er iets was, voordat de schepping gemaakt was, was het woord er al. We weten ook dat God sprak en zo schiep hij de aarde. Er zit scheppingskracht in Gods woord. Dus in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dus hier zien we die onlosmakelijke verbinding. Het woord van God is God. Niet zomaar een theorie, niet zomaar iets wat iemand heeft opgeschreven. Het is God zelf. God heeft zich verbonden met zijn woord. Geen wonder dat de Bijbel op een andere plaats in Spreuken zegt dat het woord van God is als medicijn voor ons lichaam. Kun je nagaan. Als God zich zo verbonden heeft met zijn woord, als wij Gods woord tot ons nemen, nemen we God zelf tot ons. God in zijn wezen zit vastgekoppeld aan zijn woord. En dit was in het begin bij God. En dan zie je vers 3. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is er geen ding gemaakt dat gemaakt is. En wat staat hier? Zoals net al genoemd. God schiep deze hele schepping door het spreken van zijn woord. En toen hij sprak, er zij licht, zat er genoeg kracht, omdat God zelf in zijn woord zit, zat er genoeg kracht in de woorden die hij sprak, dat een hele schepping tot stand kwam. En dat lees je in de eerste hoofdstuk van Genesis, lees je hoe de hele schepping tot stand kwam door de kracht van Gods woord. Nou, wat is het geweldige nieuws van vandaag de dag? Aan ons is gegeven de Bijbel. Gods woord. En dit woord heeft nog steeds scheppingskracht. Deze Bijbel, en jouw Bijbel ook, staat vol met duizenden beloften. En in elke belofte zit de scheppingskracht van God. Elke keer als jij die belofte leest en je begint dat op je in te laten werken, je begint dat ook zelf te spreken, want dat is ook heel krachtig. Gods woord in jouw mond is even krachtig als Gods woord in zijn mond. Dus als jij dat woord van God begint te spreken, dan kun je ook zien dat dat brengt scheppingskracht voort en heeft echt een schepdingen die er nog niet zijn. En zo mogen wij weten dat elke belofte van God is gevuld met kracht om zichzelf te vervullen in jouw leven. Dus neem de beloftes van God over jouw leven. Misschien zie je nog helemaal geen verandering. Misschien lijkt het erop, hoe gaat mijn situatie ooit veranderen? Nou weet, er zit veranderende scheppingskracht in het woord van God. Op het moment dat jij het woord van God gaat hanteren, als onlosmakelijk verbonden met de schepper zelf, ga je merken, er zit scheppingskracht in Gods woord. En het brengt dingen voort. Genezing brengt het voort in jouw lichaam. Het brengt vrede voort in jouw hart. Het brengt voorziening voort in het materiële. Het zorgt voor herstel van jouw hart. Het heeft scheppingskracht. Het brengt nieuwe dingen voort, omdat God en zijn woord zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Wauw, wat een bemoediging. Ik vind het zo geweldig dat je hebt gekeken. Ken je mensen in je omgeving die zo'n bemoediging nodig hebben? Deel dan de link met ze. We willen steeds meer mensen kunnen bemoedigen. Like ook onze Facebookpagina Jubilee Church. Volg ons. Heb je een vraag, stuur ons een e-mail. info@jubilee.nl. En we reageren graag. We helpen je graag verder. Ik wil je bedanken voor het kijken. God zegen. Tot de volgende keer.